hele goede morgen. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. Je ziet het, we zijn al voorgeladen, zitten lekker in het kranenvuur. 9 ton zwaar maar liefst. We zijn bij de mannen van Heijs in het Nauw. Arjen neemt er vandaag een dag mee in zijn werk. Een nieuwe Volvo FH4. Mooi opgebouwd, daar gaan we vandaag veel meer over vertellen. Maar ik ben heel benieuwd naar het werk. Goedemorgen Arjen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. En met jou? Mooi, zeker goed. Top. Zonnetje schijnt. Ja. Dus wat gaan we doen vandaag? We gaan naar Os. Gaan we een ruitje zetten. En daarna komen we hier terug. Pakken we de aanhanger, lossen we deze kraan. Gaan we naar Utrecht, naar de bouwbeurs. Gaan we laaien en dat we lossen in Barneveld. Oké, dus veel op locatie over het algemeen. Ja. Dus dat ik een beetje wat jullie vast doen. Veel kranen en transport erbij. Ja, klopt. Ja, dus jullie regelen het allemaal zelf. Ja. Dan blijft het materiaal natuurlijk ook mooi. Ja. Voornamelijk. Dus ik ben heel benieuwd voor onze nieuwe uitdaging. Ja. Dus veel kijkplezier. En we gaan het meemaken vandaag. Zo, we zijn aangekomen in Os. Het eerste adres. Ja. Vertel, wat gaan we doen? Zijn we in een drukke winkelcentrum? Ja, we gaan zo meteen de kraan lossen. Die gaan we daar neerzetten. Dan gaan we de ruiten plaatsen in de hoofdingang van het winkelcentrum. Ja. We zijn op een hele drukke locatie. Hier ben ik een boodschap aan het doen. Waar moet je een beetje op letten als je dat gaat doen? Ja, sowieso de mensen eromheen, want ze lopen overal tussendoor. Ja. Ze zijn niet echt van bewust waar je aan het doen bent. Nee. Dus dat moeten we even in de gaten houden en dan zetten we de kraan neer en dan gaan we het glas erin zetten. Ja, want het is een 8 ton zware kraan. Ja, klopt. Want daar kan je eigenlijk alles mee tot een bepaald gewicht kan je daarmee verplaatsen. Ja, klopt ja. Ja. En wat is een beetje qua bereik, qua rijk en zo? Hij is 22 meter hoog en een breedte van 1,20 meter. Dus hij kan eigenlijk overal komen. Hij kan heel kort stempelen. En daarom ideaal voor een winkelcentrum. Ja, dus overal eigenlijk kleine, krappe ruimtes. Ja. Nauwe ruimtes, ze zeggen het al. Daar is hij perfect voor. Ja. Oké, ik zou zeggen laten we wat gaan doen. Laten we hem uitgevouwen en dan kunnen we gaan beginnen. Ja, dat gaan we doen. Top. Zo Arjen, zit terug op de zaak? Ja, klopt. Je hebt hem al afgezet? Ja, we hebben hem er al afgehaald. Wat is nu de bedoeling? We gaan de aanhanger aankoppelen. Halen we die kap eraf. Er zit de vangmijl achter. En dan koppelen we de aanhanger aan. Doen we een spanbandje over de ruitplaten. En dan gaan we erin. Ik zat al te kijken inderdaad. Je had het er vanmorgen over dat ze moest aankoppelen. Maar ik zag helemaal geen vangmijl zetten. Hoe doe je dat? Maar die gaan we tevoorschijn togen. Kijk. Ja, dat is ideaal. Ja. Daar is over nagedacht. Ja. Blijft allemaal netjes. Klopt. Mooi, dan zou ik zeggen laten we aankoppelen en dan kunnen we door naar Utrecht. Utrecht. Zo, het is eigenlijk op de jaarbeurs in Utrecht. Ja, klopt. Was even wat schakel omdat iedereen hier aan het opladen is en doen. Ja, maar we staan op de plek.
Precies, we staan op de plek. Arno staat even in de hoek. Ja. We moeten ze ook afladen. Ik zie ze al klaar zijn in de hoek. Ja, dat zijn het allemaal. Ja. Dat zijn alle types mini-kranen. Ja, van groot naar klein of klein naar groot. Ja, wat is een beetje het gewicht wat die dingen mogen hebben? Natuurlijk, de kleinste staan ertussen. Ja, die kleinste die kan maximaal 600 kilo pakken. En die grootste, waar we vanmorgen mee waren, die kan maximaal 9 ton. Ja. Ja. Deze die kan 3 ton en die 4 ton. Ja. Een beetje van alles wat, ja. Ja, en dan moet je nog een beetje opletten met verdeling, hoe je dat op gaat laden. Ja, ik heb het vorige week ook gebracht. Dus ik weet, ik heb het in mijn hoofd zitten hoe het precies op past. Ja, en hoe ga je dat precies doen? Neem aan het zware gewicht op je motorwagen en aanhanger zo licht mogelijk? Ja, de zware kraan gaat op de motorwagen, ja. En dan deze twee, die gaan op de aanhanger. En een kleintje die zit op de motorwagen erbij. Deze balie zetten we ook op de motorwagen erbij. En dan hebben we nog wat losspul en dat zetten we ook wel tussen. Ja, ja. Wat is een beetje het totaalgewicht? Weet je dat een beetje? Ja, we zitten op 40 ton. Kijk, flinke vracht is. Ja, kijk, zeker. Mooi. Ik zou zeggen, laten we dat gaan doen. Ja, gaan we doen. Dan kunnen we onze weg vervolgen. Ja. We hebben zelf even touwtjes in handen genomen. We gaan het even zelf proberen. Goed voorzichtig, we hebben afgezekerd. En dan is het even de kunst om het even zelf te oefenen. We moeten goed om ons heen kijken of het overige keer. Zoals je ziet komt er een afvalwagen voorbij. Ondertussen rijden de vrachtwagens ook weg, dus wacht even geduldig. Dat de kust veilig is. Ondertussen is Arjan alvast de boer het afzekeren. Nou, we hebben de spanbanden goed eromheen gedaan. Ver uit elkaar. Zodat het genoeg verdeling heeft voor het gewicht. Ben je bij IJzend nou teruggekomen? Via het moederbedrijf, het staalbedrijf. Mm-hmm. Daar was ik vanaf mijn school ben ik daar terechtgekomen. En toen heeft mijn werkgever samen met zijn kampioen een kraantje gekocht. Mm-hmm. En zo ben ik erin gerold. Ja. Eigenlijk vanaf begin af aan, vanaf 2014. Ja, want jullie bestaan natuurlijk sinds 2014. Ja. Dat is net tot langer dan 8 jaar. Maar onder andere een flink wagenpark en aardig wat machines in de verhuur. Ja. Is het, nou ook collega's. Ja. Is het nou ook nog de bedoeling dat jullie de komende jaren flink willen uitgroeien? Ik denk dat hij dit aantal qua personeel wil houden. Mm-hmm. Misschien nog wel meer machines erbij. En dan voor de verhuur en dan meer de kraantjes rond gaan brengen. Ja, ja. Ja, wij maken natuurlijk wekelijks verschillende takken van transport mee. Ja. Maar ik moet zeggen, dit is toch wel een stukje uniekheid. Ik maak het niet vaak mee. We hebben toch wel een relaxte dag gehad. Ja. Wel veel moeten opletten natuurlijk, want je werkt met zwaar materiaal. Ja. Ik moet even je kopje erbij houden. Ja. Maar ik vond het een hele leerzame dag en vooral gezellig. Dus ja, ik snap dat jij het iedere dag lekker met passie doet. Ja, zeker. Maak je nou ook lange dagen? Ja, soms wel, soms niet. Dat verschilt heel erg. Mm-hmm. Soms heb je een hele week dat je lange dagen maakt en dan weer een week dat je vroeg op de zaak bent. Ja. Ook daar is altijd wat te doen. Dus, Ja. We hebben genoeg werk. Het is wel lekker divers. Ja, ja. Klopt. Ja. En rij je alleen binnenland? Nee, ook wel buitenland. Ja, een beetje Duitsland. Daar hebben we ook een vestiging zitten in Duitsland. Oh, ja. En voor die jongens dan, doen we nog wel eens klusjes voor. En dan, ja.
Ja, had vanmorgen gaf je het al aan, Duitsland loopt eigenlijk iets achter op Nederland. Ja. Dus dat, ja. Is het dan ook een beetje een toekomstpunt waar jullie op willen doorgroeien? Dat is wel de bedoeling, ja. Dat we daar wat kunnen gaan opbouwen, ja. Ja, ja, dat is een mooi perspectief. Ja. Ja. Dus, Hey, in de auto? Ja. Daar is... super blij mee. Ja, dat snap ik. Ja. Mooie Volvo. Ja. Wat is er allemaal gedaan? Wat niet. Ja. Ja, de binnenkant was al. We hebben de auto tweedehands gekregen. Mm-hmm. Hiervoor heeft hij verhuizingen gereden en veel in het buitenland. Ja. En die hadden dit interieur erin gedaan. Ja. Past heel goed bij ons. Mooi rood. Ja. Buitenkant, achter hebben we een bak opgebouwd. Oprijplaten erop gebouwd. Om die kraantjes op te rijden. Mm-hmm. En de kisten, de zijkanten dichtgemaakt. Verlichting, achterbumpen, achterplaat. En wat lampjes erop. Ja, ja. Ja, dat vond ik wel heel simpel, maar... Bijvoorbeeld die achterbumper die erop hangt. Ja. Dat komt structureel bij elk model die jullie hebben staan in het wagenpark terug. Ja. Zag ik. Ja. Ja. Dat is toch wel iets wat, waar jullie aan te herkennen zijn, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Ja. Achterbumpertje, met die soort lampen kun je allerlei vormpjes maken. Ja. En wij hebben één vormpje gemaakt en dat doen we op elke auto. Iedere keer terug laten komen. Ja. 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 Heb ik gezien dat je mooie, het is een sticker hè, die achterop je plaats staat. Ja, klopt. Ja. 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 Iedere auto heeft dan ook zijn eigen aparte thema, eigen tekst. Ja, dat klopt. Ja. We hebben twee oprijauto's met zo'n plaat. Deze dan en nog een Scania. Ja. En die heeft een eigen tekst met foto's. Zo, we zijn weer terug op de zaak. Ja. Lange dag, het is ondertussen alweer donker. We hebben het onwijs naar ons zin gehad. Gelukkig. We hebben veel geleerd. En zeker in het winkelcentrum vanmorgen was het best wel hectisch. En even over inzicht inzien. Ja. Maar dat ging allemaal goed. En zeker met de kraan. Je komt toch tussen bepaalde delen waar je goed moet uitkijken met het glas erin zetten. Maar dat ging allemaal goed. Dus voor ons was het een hele informatieve dag. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Ja, zeker. Ja? Gezellig. Hartstikke gezellig. Dat vonden wij ook. Onderaan in de beschrijving staat een linkje naar de website van Hijs in het Nauw. Ik zou zeggen, neem zeker een kijkje voor eventuele vacatures, foto's van het wagenpark, uitbreiding die ze de komende tijd gaan doen. Social media staat er ook in de beschrijving, volg dat ook zeker. Die van Arjen ook. Ik zou zeggen, volg hem om op de hoogte te blijven van zijn wagen, toevoegingen en zijn dagelijkse werk. Wij gaan jou onwijs erg bedanken. Ja. Wij hebben het onwijs naar ons zin gehad, ik kan echt niet anders zeggen. En... vergeet niet te abonneren. Doe even een blauw duimpje omhoog. Laat zeker weten in de reacties wat jullie ervan vonden. En ik zou zeggen, we zien jullie weer bij een nieuwe aflevering. Ciao, ciao.